Goedendag iedereen, welkom bij Boating België en Nederland. En vandaag gaan we praten over wat is nou eigenlijk het verschil tussen een reddingsvest en een zwemvest. Nu, dat is zeer belangrijk, want bijvoorbeeld in België is de wetgeving gewijzigd en in heel veel gevallen moet de pleziervaart nu niet alleen het reddingsvest of zwemvest klaar voor gebruik hebben, maar ook daadwerkelijk dragen. Dus willen jullie daar meer over geïnformeerd zijn of nu een reddingsvest of zwemvest nou verplicht is of niet voor in België? Gelieve dan hier in deze link hier te klikken naar deze video. Nu laten we dan meteen van start gaan, want bijvoorbeeld in Nederland is het bijhebben van een reddingsvest verplicht voor boten die sneller kunnen varen dan 20 km per uur. Maar natuurlijk is het altijd geadviseerd van een reddingsvest of zwemvest te dragen, en vooral voor kinderen. Dus speciaal voor deze video heb ik zoal een heel arsenaal aan reddingsvesten en zwemvesten boven gehaald van de boot, want dat ligt hier toch. Nu, eerst en vooral gaan we starten met dit vest. Nu, wat is dit vest? Dit is duidelijk een reddingsvest. Nu, wat is het nou het grote verschil tussen een reddingsvest en een zwemvest? Een reddingsvest is gemaakt om te zwemmen en een zwemvest is gemaakt voor de sport. Nu, bijvoorbeeld als we dit vest er hier gaan bijhalen, dan zien we duidelijk tussen de twee een verschil. Deze is gemaakt om op te vallen en dit zwemvest is gemaakt voor de sport. Die is ook makkelijker om aan te doen. Maar nu gaan we eens eerst bekijken van wat is eigenlijk het verschil tussen dat zwem- en reddingsvest. Nu, wanneer dat we een reddingsvest bekijken, dit is een van de goedkoopste vormen van een reddingsvest. Nu, wat is belangrijk? Die dingen zijn gemaakt om aan te doen, uiteraard, dit, om rondom u te gaan. U doet deze zo aan. U klikt deze vast en dan kunt u deze vaster maken naar keuze. Dus dat is allemaal mogelijk met dit reddingsvest. Nu, ik adviseer jullie ook met deze type reddingsvesten, alsjeblieft zorg ervoor dat wanneer dat je die gebruikt, dat je alle standjes volledig openzet, zodanig dat de persoon zelf dat in een noodsituatie dit vest moet gaan aandoen, hè, dat hij eigenlijk zelf niet meer moet beginnen prutsen in zo'n moment om dat ding open te krijgen, om dit op zijn minst te kunnen aandoen en vast te maken. En daarna kan diezelfde persoon dit reddingsvest natuurlijk schikken naar wat hij of zij exact wil. Nu, let op, en dat is het grote probleem met de meeste reddingsvesten. Dit is een van de goedkoopste soorten reddingsvesten dat er bestaan. Deze zijn niet erg praktisch. Dus stel u voor, u vaart in een zone zoals in België en u dient om verplicht een reddingsvest te dragen. Dus niet alleen aan boord te hebben voor elke opvarende, maar elke opvarende moet ook een dragen. Op een mooie zomerdag is dit natuurlijk niet erg handig en praktisch. Hè? Zeker als u wilt bruinen. Hè? Er gaat niet veel bruinen van uw bovenlijf, om het zo te zeggen. Maar in ieder geval, dit is niet erg praktisch ook om rond te lopen. Dit is gemaakt om te redden. En een zeer belangrijk ding dat we zien bij reddingsvesten tegenover zwemvesten, dat is vooral de kraag. De kraag is belangrijk. Voor wat zorgt die kraag? Die kraag die zorgt ervoor dat uw drenkeling ten allen tijde met zijn hoofd op de rug ligt. Zeer belangrijk, want als die bewusteloos raakt door iets, dan zorgt dat vest ervoor dat hij altijd op de rug ligt en dat hij vrij kan ademen. Nu, dan gaan we meteen kijken naar het volgende vest. Even hier leggen. Nu, dit reddingsvest is zo'n reddingsvest met iets meer comfort. Nu, we zien weer die kraag. Zeer belangrijk, die kraag. Zeker wanneer dat we die eerst gaan aandoen. Nu, wat is het grote verschil? Deze zijn iets duurder. Maar
deze hebben iets meer comfort. Je hebt altijd je fluitje, hè? Iets wat een reddingsvest altijd heeft. Sommige zwemvesten hebben dat ook. Maar, zoals u kunt zien, is er een verschil tussen. Hè? Tussen een reddingsvest en een zwem... En het, dit reddingsvest en het andere reddingsvest. Daar is een verschil tussen. Dit zit veel comfortabeler om te dragen. Dus ga niet te snel zeggen van... Hey, we nemen het één reddingsvest... Omdat die goedkoper is, denk ook een beetje aan je comfort. Dus ja, denk aan je comfort. En zeker ook, dit is niet zo handig om dit te dragen. Hè, doorheen de dag. Nu, dit is praktischer. Ik ga heel eerlijk zijn. Dit is praktischer dan het andere reddingsvest. Maar ook niet het meest handige. Als je constant over het dek moet lopen en dingen moet doen. Dit is niet praktisch. Nu het volgende waar dat we dan over gaan praten, dat is het zwemvest. Nu, wat zijn de verschillen? En dit is iets dat zeer belangrijk is tussen een zwemvest en een reddingsvest. Bij reddingsvesten vaak maakt ook het formaat van persoon weinig uit. Nu, hangt van vest tot vest af, uiteraard. Maar een reddingsvest is gemaakt om te redden en vaak, dus of dat dat nu een licht iemand is of zwaar iemand, dat maakt niet echt altijd even goed uit. Je moet er wel mee opletten, maar normaal gezien gaat een paar kilo gaat het niet doen. Een zwemvest wel. Nu, wat is het grote verschil met het zwemvest? Bij een zwemvest moet je goed uitkijken naar de specificaties van hoeveel kilogram het maximaal aantal kilogram is voor een reddingsvest. Voor een zwemvest, excuseer. Waarom? Een zwemvest is gemaakt, zoals men zegt, om te zwemmen. En je ziet, wanneer dat ik het vest aandoe, dan zie je ook, als dit wilt meewerken, voilà, en dan kan ik die nog wat aantrekken als ik dat wens. Maar, zoals je ziet, het is een pak comfortabeler. Ik ben meer vrij. Ik heb hier geen kraag, dus dat is makkelijker om te watersporten, te skiën. Ik heb mijn armen meer vrij. Nu, let goed op. Dus ik heb geen kraag. Wat wil dat ook zeggen? Als ik bewusteloos in het water raak, wil dat zeggen dat ik zelf aan balansmanagement moet doen. Dus ik moet mijn eigen balanceren voor een stukje. Het is niet gegarandeerd dat ik altijd op mijn rug terechtkom of in enige andere handige, veilige positie. Dus let daarvoor op. Daarom is dit geen reddingsvest. Het kan soms belangrijk zijn met de wetgeving. Vooral in België en Nederland. Een zwemvest is geen reddingsvest. Maar natuurlijk doet u aan watersporten zeer handig. Ook een groot verschil. Het koordje door uw benen. Ik ga dit even losmaken. En ik ga dat even proberen laten zien. Nu, hier zo aan het zwemvest is er een koordje. Dat dient u door uw benen te duwen en dan hier naar voor, hier boven vast te maken. Waarom? Anders, dus wat is het probleem bij een reddingsvest? Bij een reddingsvest maakt het niet uit. U wordt eigenlijk voor een stuk gedemobiliseerd. Zodanig dat u gegarandeerd op uw rug terechtkomt. Want anders kan het vest zijn werk niet doen om u te redden van de verdrinkingsdood. Nu dit daarentegen, om het handig te maken, heeft men dat uitgevonden. Dus natuurlijk dien je de spanning van het koordje goed te zetten, zodanig dat je vest niet naar omhoog gaat. Net zoals bij een reddingsvest. Want wanneer dat naar omhoog gaat, dan zit jij zo daarin met de armen en ben je ook gedemobiliseerd en daar heb je niet veel aan. Nu blijft die goed zitten en ja, dan heb je daar geen last meer van. Maar sportvesten, enkel voor de sport in België, 2 mijl binnen de kust, 2 mijl van de kust, maximaal kunt u een zwemvest in de plaats van een reddingsvest gebruiken als, en daarbij als, het gaat om een vaartuig waarbij dat mag. Dus, bekijk zeker daarvoor mijn video. Nu, die komen in van alle maten en vormen. Dit is een lichtere. Dit is iets wat de meeste mensen aandoen. Die is een pak dunner, zoals u ziet. Natuurlijk, pak minder massa. Hè. Dus, u ziet, ik ga dat even voorlezen, tussen de 50 en de 60 kilogram.
is dat een goed zwemvest dat u kunt gebruiken. Hè. Maar u ziet, je hebt verschillende vormen en maten. Belangrijk voor de kinderen. Voor de kinderen zeer belangrijk. Doe kinderen altijd een zwemvest of een reddingsvest aan. Alsjeblieft. Wees verstandig. Doe dat zeker. En zeker in België is het verplicht om het te gebruiken. Maar doe dat zeker aan. Nu, zwemvesten zijn een pak handiger dan reddingsvesten. Maar nog altijd zijn er situaties dat u ze niet mag dragen. Nu, hoe lossen we dat op? Dan gebruiken we dit. Dit is persoonlijk ook mijn favoriete vest. Dit is zeer makkelijk om aan te doen en ook, het is een reddingsvest, dus je mag het gebruiken. Nu, het nadeel aan dit is, je hebt een patroon, je hebt een zouttablet, dus je hebt een oplossingstablet. Die dingen moeten vervangen worden om de aantal jaren en je hebt iets meer onderhoud hieraan, meer nakijken, maar dat weegt absoluut niet op tegen zijn handigheid. Nu, het handige is, als je dit ding aandoet, je bent heel bewegingsvrij, dus je kan heel goed rondbewegen. Het weegt ook een pak minder. Het weegt ook een pak minder dan jouw zwemvest of reddingsvest. Jouw gewoon zwemvest en reddingsvest neemt veel minder plaats in. Dus het is een pak makkelijker om aan te doen. En het handige, dodemanskoordje, die kan je hier aanhangen. Dus dat is altijd redelijk handig, vind ik persoonlijk. Nu heb je een plaats om je dodemanskoordje aan te hangen, moest dat moeilijk zijn rond je pols. Je kan hem zelf open trekken. Nu, wanneer dit vest opblaast, dan gaat dat zich vormen in de vorm van zo'n reddingsvest met een mooie kraag. Dus het houdt je boven. Nu, hetzelfde probleem. Dit ding kan je demobiliseren, maar je kan lucht aflaten, lucht bijblazen als dat nodig is, dus je kan al iets doen. Dit zijn in mijn mening de beste vesten om te dragen. Ze zijn licht, je kan er makkelijk in bewegen. Je merkt amper dat je een vest aan hebt. En het kan je leven redden. Het is ook handig. Dus dit is zeer anders. Wil jij je marifoon hier tussen duwen? Dan duw je je marifoon ertussen. Kan doen, er een beetje mee doen wat je wil tegenover die andere vesten, dat is niet zo handig. Wat hebben we geleerd? Een kleine samenvatting. Dus reddingsvesten, die demobiliseren, maar die zijn gemaakt om je leven te redden. Dus die garanderen dat een slachtoffer, wanneer dat die bewusteloos in het water zou vallen, dat die eigenlijk in een mooie positie wordt gedraaid, automatisch, zodanig dat die niet kan stikken. Dat die vrije ademhaling heeft. Een zwemvest daarentegen is zeer sportief. Die is mobieler, maar die kan gegarandeerd je leven niet redden, want jij moet zelf het vest en jezelf daarmee zodanig balanceren dat je natuurlijk in de juiste positie blijft en dat je recht blijft. Dat is het grote verschil tussen een reddingsvest en een zwemvest. Nu, bedankt voor het kijken. Vooraleer we stoppen, kleine oproep. Boating België en Nederland zit ook op Facebook, hieronder in de beschrijving. Dan ook de Facebook-link. Dus als jullie zeggen, wij volgen via Facebook, wat zijn de voordelen? Nu, bent u een Facebook-gebruiker die veel op Facebook zit, dan is dat natuurlijk handig, want als u dan ons volgt, dan wordt u daar ook op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Dus dan wordt er ook altijd via Facebook een bericht gemaakt dat er een nieuwe video is met meteen de link naar die nieuwe video waar u meteen op kunt klikken en die bekijken. Nu, wij blijven natuurlijk als hoofdplatform actief op YouTube, dus dat is geen enkel probleem. Dus alle mensen dat niet doen, ook oké, dan weten jullie hier waar jullie moeten zijn. Nu, bedankt voor het kijken en wat mij nog resteert te zeggen, dat is, ik zie jullie op het water en op zee vaar veilig.